Dag elektrische vrienden, welkom voor een nieuwe update van mijn project Our Friends Electric. Ik zit nog steeds in de Jaguar I-Pace en ik sta momenteel aan de kant van Zonnebeke, niet super ver van Kortrijk. De laatste keer heb ik bij Wouter opgeladen en het is ondertussen in de media geweest. Ik heb mijn vlog gelanceerd en ik heb echt waanzinnig veel e-mails gekregen. Echt waar, een stuk of 50. Ik vind dat persoonlijk heel veel. Van mensen die gezegd hebben spontaan, je mag bij mij komen laden. Check! Dus ik was aan de kanten van Zonnebeke hier en Johan had mij uitgenodigd om in zijn luchtballon hanghaar te komen opladen. Oké, dus ik ben hier nu vlakbij, dus ga eens gaan zien of dat Johan thuis is en of ik daar echt mijn stekker mag inplukken. Een uur upload. Ja. Letterlijk of figuurlijk? Letterlijk. Ja. Aan de trick. Ja. Ja. Je kunt daarheen. Ja. Als je stopcontact hebt, is het goed. Ja. In de Facebook had ik dat gezien of ja? Nee, zelfs het wel in de nieuws. Ja. Of een tweede? Ja. Ik zei ja, oké. Okay, ik zie dan filmen niet altijd. Ja, ik mag je dat doen. Het idee is dat ik eigenlijk niet mag laden aan de laadpaal, maar dat ik eigenlijk moet bij mensen die zo vriendelijk zijn voor mij even een beetje naften, elektrische naften te geven. Digitale naften, ja. Dan kijk ik ondertussen, ik heb een babbeltje toe en dan heb ik een nieuwe maat ontmoet. Op die manier, ik zie dat je ook ballons doet. Dat is uw main job, of niet? Dat is eigenlijk mijn hoofdberoep. Eigenlijk. Wat is je hoofdberoep? Om het simpel uit te draaien, ja? Is een luchtballon het enige vervoermiddel op de wereld zonder steur, zonder moteur en zonder frings. Het is 15 jaar dat ik dat doe. En hoe is dat nu begon? Als kind heb ik daar ook zo van gedroomd. Echt? Omdat dat was echt. Wow. Ja, ik had toen een plakboek waar ik knipseltjes, de labellen, knipte en het gezette knipte van toen de eerste jaren van Eeklo of van Wemberstraat. Ja. En toen begon leren, studeren. En toen een eerste klein luchtballonsje gekocht. Ja. Leren vliegen met een ballon. Wat is dat dan, een klein luchtballonsje? Dat is een ballon voor piloot plus 1. Dus 15 meter. En wat is een grote ballon? Hoe groot is dat dan? Van, De grootste ballon dat ik in is 14 meter hoog. 14 meter? Ja. Wieslaar Heksendorp. Mm-hmm. Ik ken mijn eigen budget heksen in de vorm van een ballon. Mo. Of een ballon. Ja. Heb dat je s'avonds in 9 ton? Johan heeft zijn eigen ballon laten maken in de vorm van een heks. In de vorm van het, dat is, de heksen is het beeld van Beestelaar dan. Ja, zeg je een Beestelaar. Hij gaat ermee naar internationale manifestaties, Mexico, India. Wat nog allemaal, overal. Ik vind het wel tof logo. Ja, eerst niet. Ja? Dat is het. Dat is het. Selfie. Yes. Zit dat 40% batterij ondertussen? Merci, hè? En autonomie heb je niet. Normaal gezien kun je er, het is te zien met de weeromstandigheden. Rond de 400, als het koud is, is de batterij werd minder in de kou. Dan is het 300, 320. Ja. Maar meer dan genoeg voor dagelijkse gebruik eigenlijk. Hè. Ik kan naar Brussel af en toe, maar dan nog. Reden naar Brussel, laat hem daar een keer terug. Ik kan je naar Kortrijk en daar iemand zoeken dicht bij huis om wat bij te laden. Tot het een vol is eigenlijk. Een hele nacht mag daar liggen. Let's do this. Bye. Als je een luchtballon nodig hebt, je weet waar je moet zijn. Airyvents.be. Heeft mij geholpen, dus je mag wel reclame hebben ook. Hè. Leave me to my own devices. Better when your Coca-Cola eyes are out of my face. I checked your phone and no surprises. She's grinning from ear to ear in purple lace. So take your orchids. I swear. Ben? Moet ik Ben erin? Leuk! Zot hé? Mag je even opladen, Bart? Ja, absoluut. Kom binnen. Dat is Bart. Freestool. Grafisch. Mag ik mijn auto hier een beetje opladen? Ja. Ja? Zo, direct vertrokken. Dank je. Ruwe stroom. Is het ruwe stroom? Nou wel hé. Een zonnepaneel. Een zonnepaneel, ja, de zon heeft niet veel. Heb je zelf elektrisch gereden? Eén keer hybride.
Ah ja. Zijn is wel leuk. Dat is tof, hè? Ja, absoluut. Het is een toffe auto eigenlijk ook, naar racetail, hoe dat in de hand ligt en zo. Dat nog deur, niet? Ja, nee. Ja. Je zit even opgeladen bij Bart en wou eens testen hoe dat de auto rijdt. Absoluut. Zit die goed? Ja. Zet je het niet in deze hier, maar. Ja. Noten 100 en 4,7 of zoiets. Hallo iedereen. Het is vrijdag, het is nog altijd krokusvakantie. Ray is bij mij dus. We zijn onderweg naar Brussel. Want ik moet een nieuwe fiets ophalen. Een cowboy fiets, een elektrische fiets. De V3 versie om daar een test van te doen. Maar ik ben met de Jaguar. En dat wil dus ook zeggen dat ik moet oppassen waar ik ga. En waar ik sta. Want mijn batterij moet altijd vol blijven. Als de batterij niet vol is, ga ik hem niet terug thuis rijden. Momenteel kunnen we nog 157 kilometer rijden, dus dat zou op nippertje zijn. Laat het terugkeren. Ja, dan als we niet thuis geraken, dan staan we stil langs de weg. Dat kan niet. Maar weet je, ik heb op Facebook gevraagd wie er een nieuwe elektrische vriend wou worden en Bram van Hengel van Polestar Brussels heeft gereageerd dat we in de Polestar Space hebben ze een snellader zelfs en daar mogen we even gaan laden. Dus blijkbaar ook maar op 10 minuten van Cowboy. Dus perfect. iPad. Er is iPad aan het kijken. Misschien moet je iPad ook eventjes laden aan de snellader daar, want heeft, hoeveel procent heeft hij nog? 88%, ja. Misschien wel een beetje bijladen. Ray en ik gaan ondertussen even een stapje doen in Brussel. Wat gaan we eten vanmiddag? Pizza! En frietjes! En pannenkoeken! Oké, dat zien we nog wel. Maar we gaan even dus eten, Cowboy, even lang bij Small Safari. En ondertussen kan de Jaguar iPace opladen bij mijn nieuwe elektrisch friend Bram. Daar rijdt een Polestar, we moeten eigenlijk die auto volgen, denk ik. En dan komen we terecht waar we moeten zijn. It's better when your Coca-Cola eyes are out of my face. I checked you. Voilà, aan het laden tussen de Polestars. Ik vind het wel echt super sympathiek van de mensen van Polestar dat ik hier de Jaguar even mag komen laden. Ik heb langs ook de Polestar getest, ook een fijne wagen. Maar ik heb toch een voorkeur voor de Jaguar. En ik zeg het niet omdat ik een actie doe. Ik vind hem net iets sportiever. Yeah. Heb je hem al kunnen pluggen? Ja, ja. Ik zei al waarschijnlijk iets, ik zeg hier, dat is een grappige, we zijn de Jaguar bij ons bij Post. Ja. Echt super tof, merci. Ja, graag gedaan. Maar ik vind wel, het is wel zo'n community die elektrische rijders vinden. Ja, dat is. Met de slimme motards die zeggen zo, goeiedag onderweg. Ja, dat is. Allee, tof. Nee, heel goed. Super cool. En ik ga ook naar Cowboy. Ik ga even naar Cowboy en kom terug. Heel goed. Ja, perfect. Dikke merci. Graag gedaan. Graag gedaan. No surprises. She's grinning from ear to ear in purple lace. So take your orchids elsewhere. I love you to death, but now I don't really care, 'cause you're running around over me. Een cowboy ligt een stukje verder naar Molenbeek toe. We gaan even daar de cowboy fiets halen. Let me. Zijn werken zijn er in de verte weer. And now I don't really care. Cool, hè? Maar hoe kan die auto daar ook niet opzetten? Oh ja, kijk, dat is een kraan om die auto op te heffen en op de dingen te zetten. Dan hey, er zijn nog mensen die aan de cowboy gaan. Hallo. Kom maar hier oversteken. Hallo. Throwing hands cause you drank to the party. I know it's kinda dumb, but I miss the way you dressed all punk with
the black and the studs and the ripped up gloves. Bet she loved your tough guy from. Ja, als je wilt, moet je eens mee rijden, hè? Ja. So take your orchids elsewhere. Voilà, de fiets zit erin. Mijn batterij is opgeladen. Ik heb momenteel hoeveel procent? 68%. We kunnen 250 kilometer rijden, dus op naar Kortrijk! Kortrijk!